Fantasialand Wintertraum. Kenners noemen dit het beste winter-event van Duitsland. De ladies vertoeven er een lang weekend. En Sanne wil er vandaag met Pauline vooral uitbundig de wintersfeer proeven. En dat proeven, dat bedoelen we letterlijk, toch, dames? Maar wat is nou echt een winterlekkernij? Ik vind erwtensoep lekker, boerenkool, maar natuurlijk ook oliebollen en appelflappen en chocomel met slagroom. En stiekem een glühweintje mag ook niet ontbreken. Ik hoor dat het gaat sneeuwen! Nee! Ja! Kijk maar! Let it snow, let it snow, let it snow! Lekker! Wat ben jij een draak? De centraal gelegen Kaiserplatz is in Fantasialand dé plek om in winterse sferen te komen. Onder de kerstboom staan gezellige kraampjes met glühwein, vers gegrilde zalm, boerenkoolpannetjes, donuts en poffertjes. Een snelle hap is mogelijk, maar uitgebreider kan ook in het park. En daarom willen de dames eerst lunchen bij het sfeervolle Ruudmors Taverne. Met zijn gerechten uit de tijd van oma's keuken. Goed glas wijn hoort erbij, hè? Oh. Oh. Ja, bieten. Lekker dit! Dat vind ik dus zo leuk hier aan Fantasialand. Dat je natuurlijk heel veel kraampjes en steentjes overal hebt. Maar dat je ook gewoon lekker binnen ergens kan gaan eten. En kijk dit nou, een soort van betoverende wereld. Wil je nog meer? Ja, eigenlijk wel. Bon appétit! Er is nog veel meer wat ons fantastische duo lekker vindt. Dus na het vallen van de avond, wanneer Wintertraum verandert in een wintersprookjesland, gaan de dames helemaal los. Smullen! Oh, kijk! Die is goed! Dat is schepzalm. Dat is van die warme zalm. Ja. En die valt helemaal uit elkaar. En dan... Ja. Er komt gel uit. Ja, ja, het is zo lekker. Ik wil het. Ik wil het. Ja, ik wil wel. Ik wil wel. Oeh. Nou, dank je. Kijk, 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 kijk. Nou, jij een hapje, ik een hapje. We doen gewoon, gewoon alsof we een sterretje zijn, ja? En ja, ze had het al aangekondigd, daar hoort glühwein natuurlijk ook bij. Twee glühweinbieten. Ja. Hou je wel van toe? Ja. Nou, wat vond je er nou van de afgelopen dagen hier in Fantasialand? Ik vond het waanzinnig. Ik heb genoten. Ja toch, je hebt echt dat kerstgevoel goed beleefd. Oudjaar staat voor de deur. Dus wil je ook dat wintertraumgevoel, kom dan zeker nog naar Fantasialand. Want het kan nog 2 weken.